Dan tot slot een explosie in Vleuten. Zaterdagochtend 24 februari. Het was bij een restaurant aan de Hindersteinlaan, Maren. Ja, rond 4 uur 's nachts klonk er dus een harde knal bij het Chinese restaurant. Er bleek dat er een ruit was vernield en dat er echt zwaar vuurwerk naar binnen was gegooid. Die ontploffing die leidde echt tot veel schade aan de gevel en aan het interieur. Ja, we zien het op de foto's. Dan wordt de eigenaresse wakker gebeld. Ja, ze wordt inderdaad wakker en ze gaat vervolgens naar het restaurant en ze ziet daar echt de schade en dat er binnen overal rook hangt. Nou, zij heeft op dit moment echt geen idee uit welke hoek dit komt. En we kunnen echt alle informatie gebruiken in dit onderzoek. Mm-hmm. Dus misschien heeft iemand camerabeelden van een verdachte die aankomt of weggaat. Of misschien heeft iemand iets gehoord in zijn omgeving over deze explosie. Alle informatie is welkom. Ja. Heb jij beelds of andere informatie, meld je dan, hè? Dat kan via een van de onderstaande tipnummers. Ze zijn gratis, dus wat houd je tegen?